minister van Defensie maakte fouten bij de aanbestedingen en meldde u niet tijdig dat verplichtingen waren aangegaan waarmee het budget werd overschreden. Beide zaken hebben we onrechtmatig verklaard. In totaal 2,4 miljard euro. Ook de verplichtingen die de minister van Financiën aanging in het kader van de hersteloperatie toeslagen beoordeelden wij als onrechtmatig. Deze hebben namelijk geen wettelijke basis en dat is wel vereist. Ook bijna 1 miljard euro. In reactie gaven de bewindslieden antwoord. De minister van Sociale Zaken gaf aan dit oordeel wel te begrijpen. En de minister van Financiën wees erop dat het wel met u is afgesproken. Dat is waar. Dat is waar. Maar dat maakt het niet rechtmatig. De democratische meerderheid mag het ermee eens zijn. Dat is niet hetzelfde als voldoen aan de voorwaarden die horen bij de democratische rechtsstaat. Onrechtmatig betekent hieroverigens niet dat gedupeerden het geld niet meer ontvangen. Dat kan ik niet genoeg onderstrepen. Voorzitter, ongemakkelijk zei ik aan het begin. Voor het derde jaar op rij de tolerantiegrens overschreden. 3 jaar geleden dachten we nog dat het een eenmalige uitzondering was en toen ging het over de aankoop van aandelen Air France KLM. Nu zijn bij 10 jaar verslagen de tolerantiegrenzen overschreden. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous.